belangrijk persoon in deze wereld. Wie was dat? Vladimir Poetin. Ah, nou, wat schreef u aan Vladimir Poetin? Nou, moet ik het voorlezen? Gaarne. Lotgenoot. Als 91-jarige Europeaan met nog maar weinig jaren te gaan, kijk ik bedroefd naar de wereld van nu. En dat zal wellicht ook voor u gelden. Ruim 73 jaar na de verschrikkelijke oorlog tegen Nazi-Duitsland verkeren de overwinnaars van toen in een koude oorlog. Wat is uw relatie eigenlijk met Rusland? Ja, mijn relatie is eigenlijk het oorlogsverleden van ons. En de afschuwelijke atoombommen. Hiroshima, Nagasaki. Dat heeft erg indruk op mij gemaakt. En dan denk ik, hoe is het mogelijk dat we in een situatie zijn beland waarbij er twee partijen zijn die blijkbaar ieder 6800 atoombommen hebben. Dan denk je van een waanzin. En dan willen ze nog meer wapens hebben. En toen heb ik gedacht, we moeten toch eigenlijk proberen die relatie met Rusland te verbeteren. Die mensen lijken in menig opzicht toch op ons. Er zijn veel landen waar we vriendschappelijke verhoudingen mee hebben, die eigenlijk nog meer rare dingen doen dan Rusland doet. Maar het wordt hier allemaal nogal uitvergroot. En het is zo zonde dat we die betrekkingen niet verbeteren. En er is dan nu een man aan de macht die, zoals ik in de brief schrijf, eigenlijk meer bevoegdheden heeft dan menig ander in de wereld. Hè? En die in zijn eigen land heel populair is en daarom, naar mijn idee, ook kan instemmen met concessies die hij niet zou doen wanneer hij in een wankele positie zou zijn. Dus, vandaar mijn beroep, lotgenoot, hè?